In totaal heb ik bij elkaar ongeveer 23.000 euro bij elkaar gespaard. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Klinkt in mijn hoofd altijd zoveel beter dan als ik het zelf zing. Ik bedoel, je kan het niet zingen noemen. OMG. Oh wel. Het wordt vandaag een super relaxe zondag. Er zijn wel twee dingen die ik echt moet doen. En dat is mijn finance. Ik ga nu heel veel ontbijten met havermout. Ja, bananenpannenkoeken elke dag lijkt me ook niet zo gezond. Oh, even een korte vraag tussendoor. Iemand vroeg van, is het wel gezond om elke dag met havermout te ontbijten? No, je moet variëren met je eten. Maar op reis dan ben ik heel lui. En dan neem ik maar gewoon een zak havermout mee. Maar thuis kan ik natuurlijk veel meer variëren. Holy smackers. Mijn havermout aangemaakt met water en dan hopelijk wat fruit van op reis is geüpgrade naar een VIP-versie. Ik heb hieronder yoghurt, havermout en verse aardbeien. Dit is een feestzondag. Oh yeah. Nog een holy smackers. Ik heb hem van Nadine gekregen. Kijk dat. Ik kraak gewoon de krant aan waar ik in sta. Oké, dat klinkt heel bizar. Maar het is echt heel bizar om je eigen hoofd op de voorpagina van de tweede grootste Nederlandse krant volgens mij te zien. En dan, boom! Twee pagina's. Weet je hoeveel dit is? Crazy! Dat is wat ik al eerder zei, van weet je, als je dan zwart op wit ziet wat je al hebt bereikt, dan krijg je de moed en de energie om voor nog meer te gaan en om te geloven dat de nog grotere dingen in je hoofd hebt, dat die ook uit gaan komen. Dus daarom is het zo belangrijk om, als je doelen realiseert, dat je dat ook ergens opschrijft of iets, weet je wel, waardoor het tastbaar wordt. Je hoeft niet per se in de krant te staan, maar schrijf het even voor jezelf op of zo, wat je hebt bereikt. Daardoor, ja, dan krijg je een soort van bewijs voor jezelf dat je het kan en dat je al andere dingen hebt gedaan wat je dacht dat je nooit zou doen en dan ineens zie je dat je die hebt bereikt. Dus dan kan je ook andere dingen waarvan je dacht dat je ze nooit zou kunnen, dan ga je die ook bereiken. Dus dit is voor mij bewijs van, als ik dit al kan, waar ga ik dan nog meer naartoe? Dude, misschien gaan we zelfs gewoon echt naar de K2. Oké, als je me al wat langer volgt, dan weet je dat ik ongeveer 2,5 jaar tot 3 jaar heb gespaard voor deze reis. In totaal heb ik bij elkaar ongeveer 23.000 euro bij elkaar gespaard. Voor een precieze berekening van alles zou ik even checken op de blog van Claudia en Freek. Dat is backpackgek.nl. Die heb ik hieronder gelinkt. Zij hebben bij elkaar 25.000 euro gespaard. De eerste 2 jaar heb ik niet serieus gespaard. Het laatste jaar heb ik heel serieus gespaard. En dat deed ik met deze Excel. Daarin gingen alle uitgaven die afgeschreven werden van mijn rekening of die cash deed. En dan zou je denken, wat boeit het? Want je ziet die, weet je, die afschrijving zie je ook wel als je inlogt op internetbankieren. Het is anders als je het indeelt in categorieën en bijvoorbeeld ziet dat je, weet ik veel, hoeveel honderden euro's aan boodschappen uitgeeft, terwijl je dat misschien helemaal niet oké vindt. Op je afschrijvingen zie je namelijk niet de totaalbedragen. Dus wat deed ik? Dit zijn mijn vaste lasten. Ja, ik heb een hypotheek. Ja, ik geef aan een goed doel. Dit is het budget wat ik had opgesteld voor boodschappen. Ik wilde ook echt niet meer dan dat uitgeven, want trust me, al die keren dat je een croissantje of een broodje of whatever bij de Albert Heijn haalt, dat tikt zo erg aan. Toen ik dit eenmaal in Excel zette, dacht ik echt, oh my god, dat is echt heel veel geld voor BS, om het zo maar te zeggen. Ik had voor leuke dingen doen een budget. Nou, daar schreef ik ook alles op wat ik deed. Toen, dat budget heb ik ook per week ingedeeld, omdat ik merkte dat als je zeg maar alles op één hoop gooit, dan geef je al heel snel veel te veel geld uit, waardoor je gewoon niet uitkomt. En hier heb ik wel bedragen laten staan. Kijk, ik hoop dat je begrijpt dat ik niet mijn voorgaande salaris op internet ga zetten of alle precieze uitgaven die ik heb gedaan. Dat vind ik gewoon niet chill. Wat ik deed, dan kreeg ik mijn salaris binnen, dan ging boem, 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 dit ging er allemaal vanaf. Hier legde ik legde een potje opzij voor de boodschappen. Maar ik hield wel elke week bij wat ik ook daadwerkelijk aan de boodschappen uitgaf. Want dat is echt het succes van goed sparen. Dat je er gewoon heel dicht bovenop moet zitten. En ik merkte dat als ik dit elke week bijhield, dat ik veel makkelijker on track bleef. Ja, ik hoop dat ik daarmee een gedeelte van jullie vraag heb beantwoord. En dat ben ik dus ook tijdens mijn reis blijven doen met de budget app die ik al eerder in een vlog heb laten zien. Ik zal de vlog hieronder ook even linken, mocht je die terug willen zien. En op reis heb ik dit niet echt heel goed bijgehouden. In China had ik geen internet of geen toegang tot Google Drive. Dus toen ben ik daar laks mee geworden.
En dat moet nu wel echt gaan gebeuren. Want ik merk nu al dat ik weer ongemerkt gewoon hier geld strooi, daar geld strooi, blablabla. Het gaat zo makkelijk en ik pin alles. Dus dan is het gewoon zo makkelijk om ja, uit het oog te verliezen hoeveel je in totaal uitgeeft. En dat is echt heel belangrijk. Hoeveel geef je in totaal uit? Want ja, al die kleine bedragen, dat zijn kleine bedragen, die voel je niet. Maar die grote bedragen, die voel je zeker wel. In aanvulling op mijn vorige uitleg, hoe hou ik mijn budget op reis, zou ik je nog laten zien hoe ik de kosten van de app GoodBudget in een Excel zet. En dat kan je dus hier zien. Kijk, ik heb echt categorieën met vervoer, verblijf, in euro's en Thais bad. En dan zet ik alles uit GoodBudget zet ik erin. Vervolgens gebruik ik de XE-app. Die kan je ook gewoon downloaden om alles terug te rekenen. En dan tel ik alle totalen bij elkaar op. En dan zie je dat ik bijvoorbeeld voor Thailand, inclusief het vliegticket, €1200 heb uitgegeven. Dit is vrij veel. Ik had gedacht dat het minder zou zijn. Maar ik moet ook zeggen dat ik echt wel lavish heb geleefd. En echt ja, te gekke dingen heb gedaan, zoals Elephant Nature Park en bla bla. Dus dit is een beetje, ja, ik moet zeggen dat dit voor een medium klasse reis zou zijn. Dit is niet ultiem budget, maar ook niet luxe of zo. Het zit er een beetje tussenin of zo. Dat is het. Ik heb gewoon een Excel waarin ik alles bijhoud en alle kosten van per categorie op één hoop gooi om te kijken hoeveel ik dan uitgeef. En kijk, als ik dan zie dat bijvoorbeeld vervoer, nou prima, verblijf, heb ik een grosso modo bedrag van €400... wat per land, zeg maar. Nou, daar zit ik flink onder. Wat ook wat te verklaren is, want het is Thailand. Eten, dacht ik dat het €300 kwijt zou zijn. Daar zit ik ook onder. Onverwachte kosten is hoger, want ik heb een externe harde schijf moeten kopen. Ja, dit is ook veel hoger dan eigenlijk had gemoeten. Of whatever, omdat ik heb besloten om te shoppen. Dus ja, op die manier hou je een veel beter overzicht over je financiën dan als je bijvoorbeeld alleen je afschrijvingen op je rekening bijhoudt. Of ja, bij een creditcard is het gewoon vervelend. Want er wordt één groot bedrag wordt er afgeschreven. En na een maand weet je echt niet meer wat daarin zat. En op deze manier hou ik voor mezelf wel het overzicht. Even lunchje tussendoor. 3 gebakken eitjes met, 3 of 4 handjes spinazie of zo. Het slinkt altijd. Wauw, ik heb eten gekookt en het is zo laat. Maar ik heb mijn finance nog steeds niet af. En dat is een beetje het nadeel van maandenlang niet bijhouden. Dan moet je ineens zoveel doen. Ik ga voor een paar dagen weer verder. Ik ga morgen andere dingen doen. Maar nu is het tijd om lekker te gaan eten. Dit is wat ik heb gekookt. De rijst met bruine bonen op Surinaamse wijze. En ik heb hierbij zuurkool. Dit is een avondmaaltijd waarmee ik zwaar geobsedeerd was. Voordat ik op reis ging. En ik had zoveel trek om dit weer te gaan eten. Ondanks dat het echt totaal geen zomergerecht is. Maar ik heb er echt heel veel trek in. OMG, dit is een ijsstad. Dit is een ijsstad in China. Bucket list alert. Ik moet hierheen. Kijk nou. Wow. Dit is ijs, hè? Dit allemaal is ijs. I love China. Hey, ik heb mijn tanden gepoetst. Ik ga lekker slapen. Voor ik ga slapen natuurlijk weer een vraag beantwoorden. En een vraag die tegenkwam in de comments was: waarom heb je zo weinig energie? Ligt dat aan je dieet? Nou, dat had gekund als ik niet zou weten dat mijn dieet me juist heel veel energie geeft wanneer ik goed clean eet. Nu had ik wel heel veel troep, dus daar zou het inderdaad wel aan kunnen liggen in die periode. Maar er zijn denk ik een aantal andere redenen voor. Nummer 1, ondanks dat het een jaar geleden is, ben ik nog steeds aan het herstellen van een burn-out. Waardoor ik waarschijnlijk iets meer slaap dan de gemiddelde persoon. Wat me bij nummer 2 brengt. Ik denk dat ik altijd al meer behoefte had aan langer slapen. Ik geloof dat de gemiddelde aanbeveling 7 tot 8 uur is. Maar ik kan me nog zo goed herinneren dat ik op de middelbare school, als ik thuis kwam, ook helemaal kapot was. Toen was ik, wat was het, 14, 15. En dan deed ik ook op de middag ditje van 6 tot 8. Vervolgens dook ik om 10 uur weer vrolijk mijn bed in. En ja, ik denk dat ik gewoon zelf meer aan de 9 uur slaap zit. Dat ik dat gewoon nodig heb. En als laatste reden, nummer 3. Realiseer je dat hoe onze samenleving is ingericht. Dus bijvoorbeeld dat standaard is dat je 40 uur werkt, 9 tot 5, lalalala. Dat niet per se de
de, ja, het is bij ons de norm, maar dat dat niet per se normaal is of zo. Kijk, in Spanje doen ze bijvoorbeeld ook heel vaak een siesta, een middagritje. In Latijns-Amerika volgens mij ook. In Bangkok zag ik het ook heel veel. Dus ik denk dat misschien mijn ritme iets beter in zo'n maatschappij past. Maar dat het misschien in de Nederlandse maatschappij heel raar is dat je zoveel slaapt of dat je zo vaak een middagritje doet. Dus dat is misschien ook iets om in je achterhoofd te houden. Miss Hairflip 2015! Doe de hairflip, doe de hairflip! Als je nog niet geabonneerd bent, come on. Je weet dat je mee wil morgen. Klik hier om je te abonneren en dan ga je ook gezellig mee. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.